Robert Schilder en Martijn Reuze scoorden hier toen ze nog voor Ajax speelden. Nu speelt het duo voor NAC en kunnen zij flinke invloed hebben op de 30ste landstitel van Ajax. Hoe groot is jouw Ajax hart nog voor aanstaande zondag? Ja, het is zo groot dat ik wel hoop dat Ajax kampioen gaat worden. En wij gaan daar waarschijnlijk hopelijk een heel groot aandeel in hebben. Want dan hebben we of gelijk gespeeld of gewonnen tegen Twente. En voor ons is het natuurlijk ook mega belangrijk omdat wij graag de play-offs willen halen om proberen Europees voetbal te halen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook zaak voor Ajax om überhaupt te gaan winnen in Nijmegen. En dat ligt bij Ajax zelf natuurlijk. Jij kan niet meedoen. Je bent geschorst zondag. Hoezeer baal je daarvan? Ja, ik moet zeggen, in het begin vond ik het natuurlijk vervelend. Had ik zoiets van... Ik was blij dat ik 2 weken er had om erop voor te bereiden, zeg maar. Maar ja, nu naarmate de wedstrijd dichterbij komt en iedereen heeft het erover en iedereen spreekt me aan van ja, hier is het van we moeten ons veilig spelen. En in Amsterdam ben en zegt iedereen ja, je moet Ajax helpen en zo. Ja, dan besef je gewoon hoe belangrijk de wedstrijd is en dat het eigenlijk de wedstrijd van het jaar wordt. En dat is heel jammer dat ik niet mee kan doen. Ja, ik moet zeggen, diep in mijn hart hoop ik wel dat Ajax gaat winnen. Mede ook omdat het scenario wat ik al voor mezelf gezet heb, winnende goal maken, Ajax kampioen. En waarschijnlijk zo vaak wel zeggen, want de kans is wel groot dat ik waarschijnlijk aan het einde van het seizoen ermee stop. Zeg maar. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Ja, ik hoop natuurlijk en ik denk ook wel dat het erin zit dat wij gewoon kunnen winnen. Of gelijk spelen, daar hebben wij waarschijnlijk niet veel aan. Maar ik denk in ieder geval dat Twente niet zomaar van ons gaat winnen. Wij hebben thuis goede resultaten gehaald tegen de sterke tegenstanders. En voor Twente ligt natuurlijk ook heel veel druk op de wedstrijd. Dat zal toch wel meespelen. En, wij moeten. Wij zijn een team die wij kunnen ons best goed opladen voor 1 wedstrijd. En, dus ik denk dat het sowieso heel spannend gaat worden. Nou, het mooiste moment zou dan inderdaad zijn als je de winnende goal maakt voor NAC. Ja. Dat je Ajax en de derde ster kan helpen. Ja, dat zou een heel mooi scenario zijn. En misschien zou dat nog een extra setje geven om absoluut te gaan stoppen. Maar dat til ik gewoon over deze zomer heen. En, maar nogmaals, het eerste aspect is gewoon voor mij sportief zo goed mogelijk afproberen te sluiten bij NAC. En als het gepaard gaat met een kampioenschap van Ajax, dan is het heel mooi meegenomen. Misschien is Ajax je wel zo dankbaar dat ze je terug willen. Wie weet, dat is een soort joker in de goal of mascotte. Dus dat zou mooi zijn. Nee, je moet gewoon reëel zijn. Ik ben nu bezig om zondag NAC tot een goed einde te brengen. En dat is dan voor ons hopelijk sowieso winnen, want daar zijn we sowieso zeker. En ik wil gewoon niet dat NAC of dat Twente een feestje gaat vieren in het NAC-stadion. Dat zou niet fijn zijn. Ja, misschien mag ik wel special guest ingevlogen worden op het Leidseplein. Dan zou die cirkel helemaal rond zijn. Ja, precies. Dus laten we hopen dat het op persoonlijk gebied voor mij een mooie middag wordt. En dat betekent dat waarschijnlijk Ajax kampioen gaat worden. Alle wedstrijden van Ajax 1 live zien? Neem nu een abonnement op Eredivisie Live.